Jawel, we gaan weer kijken naar grappige en toffe momenten in Fortnite Battle Royale. En we kijken weer naar Red Arcade. En ik heb er nu al super veel zin in. En als je dat ook hebt, drop even die like. Want er zitten hier twee mensen in een bosje. Even kijken, hoe gaat het goed? Gaat het goed? Gaan ze elkaar vinden? En oh, er komt nog een derde bij. Huh? Oh, wat gebeurt hier? Oh, hij is invisible in een bosje. Oh, dat is dubbel invisible. Heel erg nice. Gaat hij pakken? Ik denk het al. Let's go. Victory Royale. Ook al op die manier winnen is echt heel vet. We beginnen met de fails, zoals altijd. En abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. Dat vind ik gewoon tof als je dat even doet. Oké, we gaan door. Iemand wordt hier keihard gesprayed. En wordt uiteindelijk wel gekilled. Nice. Oh, gaat hij een magic trick doen? Huh? Oh, hoe doet hij? Oh, hij gaat naar een andere... Oh, heel vet. Hij gaat daar eens, laten we zeggen, de andere seat toe. En dan kan hij bouwen. Heel erg nice gedaan. Ook heel slim. Oh, wat gaan we hier krijgen? Iemand heeft geen materials om te bouwen, dus dan moet hij maar improviseren. Wordt hij bijna me kapot? Maar je hebt geen materials. Dan probeer. Oké, hij is keihard gesniped. Gaan we door naar iemand die invisible is. Oh, ze zijn allebei invisible? Oké. Oh, oh, ze... oh, dit is geniaal. Ze waren dus invisible voor die objective, of wat is het? En dan drukken ze op E en dan gaan ze in plaats van dat ding activeren, gaan ze hem knuffelen. Ik vind het echt geniaal. Hey, Sport Creator Code veel gevraagd. Kan je natuurlijk ook gebruiken in de item shop in Fortnite. Ik kan even niet aan mijn woorden. Mag ook niet van Red Arcade natuurlijk. Oké, oh, wat krijgen we hier? Iemand die helemaal kapot gaat. Oké, bijzonder. Oh, oh, er zit iemand invisible daar. Dat invisible zijn is echt bijzonder. Zo, ik verslikte me daar even. Oh, en hij is dood. Ja, het invisible. Oh, dat is een glitch. Oh, nu zag ik het pas. Dat is een glitch waar het daar misbruikt werd. En er is weer iemand die invisible is. Oh, echt geen idee. Oké, het invisible zijn in Fortnite is echt geniaal. Ik ga dat echt in een video doen binnenkort. Ik vind het echt heel erg grappig hoe mensen dat doen. Oh, wat gaat hij doen? Ja, hij wordt invisible. Gaat hier... oh. Nice, jawel. Hij doet dat heel vaak. Die FN Tire guy. Die doet het ook met tires dus in het verleden. Maar dus ook op deze manier. Hij killt die mensen. Echt geweldig. Oké. Wat ben je aan het doen, maat? Dit ga je niet overleven. Oh, ik kan het niet oppakken of zo. Hij wil die spray oppakken. Maar dat kan niet, want het is kapot. En over een paar seconden ben je dood. Ja, dat ding is gewoon bugged. Geef het op. Geef het op. Je bent klaar. Ja, daar ga je. Rest in peace. Nice. We gaan door naar een paar mensen die aan het dansen zijn op een boot. En die boot gaat hier richting Creaky nog wat. Dus ik weet, hij gaat in een... hoe heet het? In een boomstam. Ik wist niet dat het kon. Oh. En opeens staan ze bovenop een boom. Nice. Fortnite zit vol met glitches nog steeds. Oh. En... oké. Dit is nog een glitch. Is dit een glitch compilatie waar ik naar het kijken ben of zo? En hij zit weer in. En nu is het weer normaal. Oké. Je kan het dus op die manier fixen. Dus ik... oh. Hé. Hey, weer een glitch. En dan sta je opeens helemaal zijwaarts. Of zo. Zo. Ik weet het niet. En... oh, gaat hij... oh, dan gaat hij doodvallen. Let op. Ja, hij valt dood. Want een glitch. Natuurlijk. Oh, wat wil deze persoon doen? Oh, hij schiet... hoezo ligt dat ding opeens bovenop hem? Wat is dit voor... wat is dit? Oké. Hele bijzondere dingen weer. Oh, waarschijnlijk gaat deze guy proberen te glitchen. Wat ben je aan het doen, jongen? Wil je... oh, er zit daar een raptor. In de muur. Wil je... waarom zitten drie raptors in de muur? Waarom zitten er zoveel raptors in de muur? Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Echt waar. En wat krijgen we hier? Iemand die in de... tunnel gaat, springt eruit en wordt doodgeschoten, zoals wel vaker. Oh, wat krijgen we hier? De storm en iemand op een motor. Wat gaat hij doen? Hij springt naar beneden. Oh, hij rijdt over. Dit kan niet. Dit kan niet. Dit moet een hacker zijn. Nee, dat is dit geëdit? Het is wel goed geëdit dit hoor. Het zou wel vet zijn als dat kon, in het echt. Oké, we gaan door naar een paar mensen die aan het dansen zijn in Party Royale. Zijn er mensen die dit nog spelen? Party Royale. Ik kan me niet voorstellen dat er veel mensen zijn die dit spel nog, of deze game mode nog gebruiken. Misschien mensen die even AFK zijn of zo. En dan gaan we door naar iemand die hier, iemand keihard aan het sprayen is. Gaat hij het pakken? Jazeker, hij heeft hem te pakken. En wordt vervolgens keihard kapot gemaakt. Oh, hij heeft de thermoscope, dus hij kan iedereen zien. Oh, is hij invisible? Nee, hij is niet invisible. Hij gaat gewoon iemand naar beneden halen. Denk ik, gaat hij doen? Jazeker, gaat hij killen daarmee? Dit is echt geniaal. Dit is weer diezelfde tire guy die we eerder ook zagen. Die mensen gewoon voor een gebouw afhaalt. Hé, hey, deze glitches hebben we lang niet meer gezien. Dit lijkt wel een live event. Oké, hij gaat sowieso omvallen en dan valt hij onder de map, denk ik. Nee, hij valt niet onder de map, maar zijn auto is wel verdwenen. Oké. En waar is deze persoon... oh, de battlebus is geglitched. Dat zie je niet vaak, maar hij is toch daadwerkelijk geglitched. Hey, abonneer even inderdaad. Goed punt.
Gaan we door naar iemand die even heel veel salto's aan het maken is hier. Bijzonder. Oh, ja, dit is die, deze is best wel sterk, vind ik, dit wapen. Het is een beetje die Zappertron, maar dan net anders. Zo, en hij wordt ook de zon ingegooid. Maar hij heeft wel de Victory Royale. Oké, hij ziet daar een kroontje. En mensen die greedy zijn voor kroontjes, die krijgen karma. Denk ik, of niet. Hij gaat invisible. Oh, zijn missie is waarschijnlijk om gewoon die kroon te pakken, of niet. Zijn missie wordt om die kroon te pakken, denk ik, of niet. Gaat hij het doen? Gaat hij het doen? Gaat hij die kroon pakken? Gaat hij gaat hem killen? Gaat hij doen? En? Gaat hij doen? Boom! Headshot! Easy! Oké. Nou, gaat Tire Guy weer wat vets doen? Net veel clipjes in deze video. En hij schiet hem weg. Dit is echt leuk om te doen. Als dit de manier is om te winnen... Speelt hij ook ranked? Nee, dit zijn normals. Oké, hij wordt helemaal weggedaan. Oh, nice. En nog verder gaat hij doen. En even dansen natuurlijk. Gaat hij winnen nu? Hij is wel heel confident. Ja, hij heeft gewonnen. GG. Let's go. Inderdaad. Daar zou ik ook erin staan. Oké, over Tyre gesproken. Ik zag daar iemand die op bijna op Tyre sprong. Gaat hij hem pakken? Zo, wat is dit voor een lelijke spray? Oké, hij is 95 geworden. Dat is niet heel goed. Nou, nog meer Tyres. Oké, en zo. En wat is die wolf aan het doen? Ik heb geen idee. En nog een glitch. Oh, hij zit onder de map. Pas op, je gaat dood als je te ver onder de map komt. Je valt dood. Dit wordt zijn einde. Let maar op. Dit wordt zijn einde. I want to die. Nee, het is hem niet gelukt om dood te gaan. Oh, hij heeft een idee. Gaat hij proberen een trickshot te doen? Oh, dat gaat... Had gewoon doorgesprongen. Nou, het zal wel aan mij liggen. Oké, blijf daar staan. Ja. Oh, die raptor. Die raptor gaat hem killen. En jee, die gast heeft heel veel ongeluk. Oké. Zo, iemand is... Dit is raar. Met een bureaustoel op een motor en dan ook nog doodgaan. Dat vind ik heel knap. Oh, hij heeft healing nodig, want ja, ze zitten in de storm. Die storm gaat trouwens best wel hard. Een van de laatste storms die we hebben. En hij gaat dood door zijn eigen boot. Nou, laten we doorgaan naar de epic wins. Oftewel, trickshots, vette kills. Mensen die potentieel hacken, want dat zien we ook nog wel eens. Oh, wat gaat hij doen? Springt, maakt een achteruit, zal dan noos. Nee, hardscoopt iemand op zijn voorhoofd. Die is hartstikke dood. Over mensen die dood zijn gesproken, die is ook dood. Over mensen die het niet gaan overleven. Deze gaan te zijn. Dit wapen heb ik eigenlijk nog nooit echt gebruikt. Moet ik misschien een keer doen. Die repeater ding wapen lijp. Oké, we hebben hier een of andere jelly. Wat gaat hij doen? Gaat hij uit... Dit is een oude clip trouwens. Hele oude clip. Oké, hier hebben we een tryhard die een... Zo! Een noscope doet met een marksman rifle van een zieke afstand. En hier ook weer iemand. Ik zie hem niet eens staan, maar toch kan je blijkbaar mensen killen als je ze niet ziet. Dat is iets wat blijkbaar is in Fortnite. Hier wordt iemand overreden met een brandende auto. Die auto explodeert waarschijnlijk op zijn hoofd. Dat is wel heel vet. Explosies zijn altijd vet. Oké, lucht in, halve draai, nog een draai en een noscope. Oh, dit kan je... Ik blijf erbij. Je kan niet... Dit soort shots kan je niet raken. Dat is echt zo moeilijk. En ook nog eens een crowned victory royale. Dan moet je echt heel goed zijn. Alright, gaat die noscope. Boom. Hoeveel mensen hiervan zullen hacken? Wat zal het percentage zijn? Het percentage is sowieso niet nul. Laat even weten in de reacties waarvan je denkt... hoeveel procent van de mensen in dit soort clips uiteindelijk stiekem hacken. Dit was geen hacker trouwens. Oké, wat gaat hij doen? Hij gaat de lucht in, maakt een half draai. Oké, met zo'n wapen kan dat. Daar is de crosshair wat kleiner. Maar als je bijvoorbeeld met een heavy sniper rifle gaat schieten... dan is de crosshair zo groot dat het... De kogel kan alle kanten op. Maar genoeg geluld over hackers. Laten we doorgaan. Halve draaien in de noscope. Ja, het kan natuurlijk. Wat gaat hij doen? Hij springt. Oh, hij cancelt ook blijkbaar. En noscope iemand met een heavy shotgun. Dus ik bedoel sniper rifle. Oké, hij draaide heel raar. Maar pakt vervolgens wel de kill. Oké, je moet zo'n clip wel altijd afsluiten met een victory royale. Vind ik. Zo, ook nog mid-air. Dat was nog knapper. Oké, daar gaat hij. Ik wist helemaal niet dat je kon riden op die dingen. Heel erg ziek. Oké. En we hebben iemand. Ja, we hebben iemand die rent. Gaat met zijn shockwave grenade de lucht in. Draait niet, maar... Oh, gaat iemand rebooten? Is dat een truc? Dat was echt niet zo bijzonder, namelijk. Oh, iemand... Zo, ik zie hem niet hoor. Ik heb echt geen idee waar die vent stond. Wat gaat hij doen? Oh, dat was heel snel. Maar pakt vervolgens wel de kill... Ik heb het gevoel dat deze guy... Oh, hij saved gewoon zijn val. Oké. Gaat hij nog een kill pakken? Dit is trouwens echt de slechtste kwaliteit clip die ik ooit heb gezien, denk ik. Wat ziek.
Allemaal pixels. Oké, okay. iemand hier een Octane. ik kom niet eens met mijn woorden wat hier allemaal gebeurt. Die Octane wil ik wel weer terug. Was wel echt vet dat hij even in Fortnite heeft gezeten. Hey, Webslinger. Dacht even dat hij een salto ging maken, maar nee, een hardscope. Nee, een noscope. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Als je het vond, drop die like, abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao!